hip-hop. Hey, let's move! Hip-hop, 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 hip, it's bigger than hip-hop. Zo, echte hip-hop in je smoel. Echte hip-hop in je smoel. Come on. Yeah. Ja, Tom, om met jou te beginnen, jouw soloalbum komt eraan. Komt eraan. Maar hij ligt nog even in de koelkast. Hij ligt even in de vriezer. Om nu ligt hij al in de vriezer, oké. Okay. Hij ligt al in de vriezer, ja. Het creative proces is klaar. En we wachten nog op de afmixen. Op het persen, op het drukken. En even wachten op het juist moment om te denken van nu. 12 tracks. Sam, de 12, het is, je kan zeggen, nou 12 te veel of te weinig. Je kan ook zeggen van, als je 12 pareltjes hebt voor je gevoel, waarom zou je er meer bij zetten? Dus vandaar dat het 12 zijn, ik vind het prima aantal. Onaanraakbaar is de status, brood moet op de tafel, geld moet in het laadje. Yeah, yes, classics op mijn naam. We moeten verder gaan tot mijn naam in de sterren staat. Ja, als ik één woord echt kan omschrijven, is denk ik muziek met een bepaalde ziel. En een dichterlijke achtergrond, maar wel dicht bij de mens. Dicht bij de normale doorsnee mens. Op mijn album is Tim de enige rappende feature, om het maar zo te zeggen. Ja. Waarom in het kort? Omdat ik eigenlijk het gevoel had dat er maar één rapper echt op moest. En dan kies ik voor Tim. Ja. En plus die track was sowieso een track waarvan ik denk van ja, daar hoorde ik Tim al op. Voordat ik er überhaupt zelf op begon te schrijven. Elke maand nieuwe Nike's, chicks nieuwsgierig willen praten als ze mij zien. Ze zeggen hij is lief, ze zeggen hij is yes, ze zeggen hij is sweet, ze zeggen hij is fresh. En de cake die wordt verdeeld, genoeg voor iedereen, ik kan eten wat ik wil. Yes, en ik ben jaren origineel, ik train hard, tape af, hoor je het verschil? En we klimmen naar de top, ja. Haters willen dat het stopt, maar foxen blijft binnen in je grot. Oh, de finish is nog kort, hou je handen vast omhoog, knal je boksen maar kapot. Ik denk dat het sowieso een bepaalde chemie is tussen ons qua het schrijven van een nummer. En ik denk dat we wel redelijk op één lijn zitten qua gevoelswereld. En ik denk dat je daardoor dan ook zo'n soort tekst kan maken met elkaar. Ja. Mee eens, Tim? Ik ga voor ja. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat een van de onderdelen is. Plus dat het gewoon simpel feit is dat we ook gewoon vrienden van elkaar zijn. Dus je bent ook vaak in elkaars buurt. En we hebben een studio. Dat is de buurt waar je bent. Dus, ik denk dat het ook. Ik denk dat we hebben nog ook veel meer tracks gemaakt samen als dat er uitgekomen zijn. Ja. Het is ook gewoon dat je zit. Het zijn ook momenten. Soms dan heb je gewoon zin om muziek te maken en niet te denken aan een album of wat dan ook. Rondje van de zaak, declareer de kassabon. Je bent de ballen, jongen. Ik ben de baas van de centercourt. Dit is zelfmoord bij kernbommen. Ik moet de bui pakken, stel ik je lui lakken. Ik ben niet snel, nee, de rest is niet vooruit te branden. Kom eens op Zuid hangen, zie hoe de mannen doen. Als het moet, blijf ik hangen tot mijn handen bloeden. Ik hou met Jezus Christus, die van Nazareth. Bluff poker, ik speel de hele tafel weg. Al heb ik kutkaarten, ik kom het stuk maken. Geloof je niet, je moet de bazen van de club vragen. Ik ben welkom, rol de rode loper uit. Excellentie, mijn residentie is het koningshuis. Mijn, of je nou staat als een paspop of gaat bij het startschot, is klaar, blaas de aftocht. In principe is Il Principe een album geweest dat... Vind je lekker? Vind ik prachtig. Je rijmt ook voor op de... Prachtig. Maar dat... Het is een album gewoon wat je gemaakt hebt zonder te letten van dit of dat moet het worden. Dus het is ook niet zozeer dat je gaat denken van oké, die met die wil ik featuren, met die of die. Zeg maar, is er iemand in huis? Is de vibe goed? Hebben we een beat die bij die vibe past? Maken we een nummer. En eindstand had ik voor dat album 30 tracks gemaakt of zo in een jaar. En maak gewoon een selectie en dat waren er 11 of 12 of zo geloof ik. Nou, dat vond ik de tofste tekst. Toevallig stond Tommy op 3 tracks. Maar er waren ook mensen waarvan ik, waar ik mee heb gewerkt, die staan er gewoon niet op. Nee. Het is gewoon... Ik denk dat het gewoon natuurlijk is. Yeah. Tommy spit nog steeds nice, verder dan de meester. Noem mezelf de meester op Dreef zijn 96. Geniet er maar van, vriend, ik blijf maar eventjes meest waardevol. Aan de top als Dallas Mavericks. En zo wordt dus het spelletje gespeeld. De meeste cats die rappers zijn, rappers zonder skills. Ik krijg mijn deel, met of zonder rekken deel. Fuck je 10 jaar jubileum, ben de rapper van de eeuw.
en ik zelf doe. Check hoe ik het doe. Sterker nog, ik moet in het Guinness Book of Records. Je kan niet... Van het uitbrengen van Tommy's muziek hetzelfde ook een beetje is als mijn eigen muziek. Dat het, zeg maar, als je het publiek wil bereiken wat op internet van hip-hop houdt, dat kan gewoon. Dat is binnen bereik. En dat publiek kan je dus gewoon voorzien van, en die vinden het wel tof of niet tof. Voilà. Dan heb je kan de liedjes die je toevallig maakt die op de radio komen, kan je daarin brengen. En als ze die willen draaien, komt dat mooi mee. Maar ik denk dat vooral voor dit soort muziek de sleutel is om op een gegeven moment een volwassener publiek te bereiken. En ik denk dat er heel veel mensen zijn tussen de leeftijd van 25 en 35 die gewoon puur uit vooroordeel zeggen Nederlandse hip-hop is voor kinderen. Ja, omdat die dat gewoon niet weten, terwijl als ze dan een liedje horen zoals Geloof Me of het liedje van Tommy wat nu uit is bij mij, dat ze gewoon zeggen van, dat is echt wel een leuk liedje. Okay? En het is gewoon verbazingwekkend hoe vaak je zulke reacties krijgt. Dus op zich zijn er best wel mensen die bepaalde nummers echt leuk vinden. Alleen, het is een hele versplinterde generatie. Het enige wat al die mensen eigenlijk bindt, is dat ze allemaal kinderen hebben en ouders zijn. Maar iedereen heeft een ander soort baan, een ander interesse. Dus dat is heel moeilijk om die mensen te bereiken. En ik denk dat daar gewoon nog wel echt ruimte is om iets te doen. Je kan niet hangen, vriend, je kan niet hangen. Heb een neusje voor succes en ik trap je van de ladder. Oh ja? Yes. Of ik trap je in je ballen. Zo hard dat je noten uitkomen langs je wangen. Shit, je kan niet hangen met de mannen. We werken hard, je merkt het aan de grootte van mijn wallen. Ben al lang niet meer van gisteren. Ken het hele circus. Van uitgeven, tapen tot het delen met de fiscus. Wat is er, jongen, waarom kijk je nou zo sip? Als je mij wil passeren, zet de tijd maar even stil. Ik heb de krachten en word elke dag wijzer. Ondanks gek gedrag en een hersenafwijking. Ik denk zelf dat het maar kleiner is. In ieder geval, nou ja. Laat me dat ja. iets verscherpen. Ik denk dat de markt van luisteraars en fans veel groter is. Ik denk alleen dat zakelijk gezien ja, ga je niet werken. Weet je? Het is gewoon heel simpel. Je moet het zien als een hele grote zak chips of pinda's. En die zak wordt steeds kleiner en er zijn steeds meer handen. Dus, en zeg maar, de klant bepaalt hoeveel pinda's er in de zak zitten. En op een gegeven moment, vraag en aanbod bedoel je. Ja, ja. Ik, dat op een gegeven moment is dat gewoon. Ik kan me heel goed voorstellen dat om als artiest, zeg maar, een goede artiest te worden, dan moet je heel erg kunnen focussen alleen op het creatieve eigenlijk. En ik denk dat heel erg ondergesneeuwd raakt, omdat iedereen alles zelf moet doen. Maar ik denk dat. Daar is ook geen andere balans meer in aan te brengen. Ja, maar ik geloof wel dat er een bepaalde verbreding is in de doelgroep ook. En zeker. Ook dat de golf, 100%. De lifestyle golf van hip-hop zelf, dat die wel breder begint te worden. En waardoor er ook wel meer ruimte is voor ander soort hip-hop. En waardoor er ook ander soort publiek aangetrokken wordt. Dat weer wel, maar op zakelijk gebied inderdaad. Denk ik niet dat de corporate world daar echt geld in gaat. Is hij er weer? Natuurlijk, wist je niet meer. Ik ben het die dit te regeert. Als ze even herinneren. Zelfs mijn betere middelen zijn je lieve nedergemiddelde. Jij doet stoer met hem, hij doet stoer met mij. Hoe bedoel je nep? Oh, ik shine als een movie star. Extraordinair, noem me Superman. De yes. motor draait, gas geven en move. De grote prijs gepakt zonder mee te doen. En meer hip-hop in je smoel. Hou het leuk. Dus, misschien ben je wel zuur in je muziek, maar hou het gewoon gezellig achter de schermen. Dat is all good. Dat is allemaal goed. En als je gewoon zuur wordt van wat je doet, stop er dan gewoon mee. Doe jezelf gewoon een lol. En als je leuk van wat je doet, ga gewoon door. Drop die 120 albums. Ah, yeah!